this war to them. Zoals een groot poëet ooit in zijn lied bezong met een luid. Komen we vast op. Ik wandel in Mordor. Er kleeft weer een ork dood onder mijn schoen. Leren die wezens dan nooit fatsoen? Nou nee, want er is weer volgende weg genaamd Shadow of War. En wij gaan hier een nieuwe update van doen, een nieuwe preview. Dit is Tom. Dit is Peter. En wij hebben het al uitgebreid over Shadow of War gehad. De nieuwe Middle-earth, ja, Shadow of Mordor vervolg. Ja. En check ook even die vorige preview, want die was uitgebreider dan deze. Want toen mocht Tom er als eerst mee aan de slag. Maar we hebben gewoon, je bent weer naar Londen geweest. Ja, voor weer die game. Eigenlijk bijna dezelfde gameplay, maar nu mocht ik hem zelf spelen. Dus ja, dat is wel weer een beetje de nieuwigheid. Nou, dat is vet. En lees vooral zijn preview. Ja, zeker. Ja, en want er staan nog veel meer details in. Maar je geeft ons even een update over het ontwikkelproces van deze game. Ja, nu ik het zelf heb mogen ervaren, kunnen we natuurlijk iets meer op die details induiken van wat dat hele nieuwe Nemesis systeem en het vochten overnemen systeem eigenlijk precies is. Ja, want dat was het ding al van deel 1. Je hebt een Nemesis systeem, dan ga je orks overnemen, die gaan voor jou vechten. Maar die hebben allemaal ook nog een eigen persoonlijkheid. Ja, en dat is vaak hilarisch. Rangorde en dus eigen eigenschappen, eigen abilities, eigen afkomsten, ja, stemmen, van alles. En ja, Monolith, de ontwikkelaar, weet 100% zeker, dat was ons selling point. Dus daar gaan we, die gaan we eens even gewoon erbij pakken en helemaal uitvergroten. Ja, want wat is dan die kastelen? Nemen zij je kastelen zelf over? En krijg je dan... Nee, in Mordor, het door Sauron overrompelde Mordor natuurlijk, zijn verschillende vochten, soort bastions, die dan inderdaad, ja, er zijn warchiefs die overlord kunnen worden en de baas van zo'n vocht gaan worden. En die stellen dan weer allemaal warchiefs aan om daarin dus het hele vocht vol te zetten en te verdedigen. En het is aan jou om die vochten over te nemen. Ja, okay, maar als je die fort hebt overgenomen, dan worden ze ook echt van jou. Dan worden ze van jou en dan mag jij je eigen buddy zeggen van ik wil dat dit de overlord wordt van dit fort. Nice. En de bezetting van het fort is eigenlijk ook daarmee een soort van verlengde van het Nemesis systeem. Want hoe de orks zijn, hoe de Uruk-hai zijn die in die vochten zitten, bepaalt hoe dat vocht eruit ziet. Wat voor bonussen het heeft en wat voor zwaktepunten het wellicht ook wel heeft. Dus er is een enorme... Is er bijvoorbeeld een gay kasteel van een... Nee, ik geloof dat het cosmetisch gezien zouden het 7 verschillende stammen zijn. Dus 7 verschillende rigoureus andere uiterlijken. Maar daarin kunnen natuurlijk ook wel een klein dingetje, een beetje procedure generated zijn. Dus het ene vocht heeft sterkere muren, het andere vocht heeft muren die sneller afvikken. De ene hebben poison in de muren zitten en de andere, weet ik veel, zijn heel goed met beesten oproepen. Ja, precies. Maar oké, okay, elk vocht krijgt dus een overlord en daar heb jij gameplay van gezien. Dus jij weet nou, die persoonlijkheden van die overlords, daar had je het mij over. Die persoonlijkheden zijn natuurlijk een verlengde van het Nemesis systeem. Dus ze worden steeds dieper en er zijn steeds meer dingen waarmee zij jouw gameplay een beetje kunnen integreren. Waarmee zij jouw verhaal anders kunnen maken. Het verhaal, of de hele game heeft een eigen narratief. Maar daarin zijn het vooral die Uruk-hai, die warchiefs, die overlords, die een beetje dat narratief kleuren naar een bepaald perspectief waar jij in zit. Dus hoe jij het gaat ervaren hangt heel erg af van wat voor orks zij tegen je krijgt. Ja, en wat voor orks je vermoord of voor je laat werken. Ja, precies. En zo had ik het dus al, dat ik was een vocht over aan het nemen en ik had mijn eigen buddies al. En ik zie in de tegenstander, zie ik in één keer een ork opdoemen die mij zingerig toezingt. Weet je wel, die gewoon een beetje zo la 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 op een luid aan het spelen is en zegt ik ga je vermoorden. En toen had ik zoiets van, oh my god, ik moet deze guy hebben. Ja, ik die moet voor jou gaan werken. Ik moet hem overnemen. Dus ik geef hem een aantal klappen. Hij gaat met zijn luid bijl, maakt hij een aantal klappen terug. Maar hij heeft een luid bijl echt? Ja, hij heeft een soort van luid met daaraan een blad. Dus dan kan hij daarmee. Dat is letterlijk zijn wapen. Ja. Dus nog vetter natuurlijk. Dus ik dacht, die moet voor mij werken. Ik krijg hem uiteindelijk in mijn possie. Ik sterf nog een aantal keer. Maar telkens als ik terugkom voor datzelfde vochtige gevecht, staat die jongen aan mijn zijde. En hij opent het gevecht zingerig als altijd. Dat is vet. Fantastisch. Maar dat is wel waar die game natuurlijk nu zijn onderscheiding van het vorige deel uit moet halen. Juist die verdieping in dat systeem. Ja, de orks zijn op meer manieren te integreren in jouw verhaal. Weet je, ze kunnen voor je gaan werken, ze kunnen je backstabben, ze kunnen elkaar onderling backstabben. En zelfs als je ze uiteindelijk vermoordt, is er de mogelijkheid dat ze nog een soort van voortleven in jouw verhaal. Door het feit dat ze nu loot droppen. Gear noemt het spel het. Ja. Dus dan krijg je bijvoorbeeld light van... of loot? Ja, nee, deze keer wel loot. Oké. Maar nee, dan bijvoorbeeld je krijgt een stuk zwaard of zo krijg je van een ork. Die heeft, als hij zeldzaam genoeg is, ook zijn eigen questen. En die quest is bijvoorbeeld gebaseerd op hoe jouw relatie met die specifieke ork was. Ah. Dus stel je hebt hem heel vaak afgefikt, of hij heeft jou heel vaak afgefikt, dan zegt dat zwaard van
brand 3 War Chiefs voor me af. En als je dat dan doet, dan krijgt dat zwaard een naam en een extra bonus. En dan leeft op een manier die ork die je hebt afgeslacht nog voort in jouw gear. En dat is toch wel weer ook wel dat ze heel goed weten van het gaat om die kleine verhalen in het spel. Ja. Die kleine avontuurtjes die je hebt met al die War Chiefs. Ja, dat vergroot ze nou gewoon zo enorm uit. En ik denk dat dat persoonlijk ook heel slim is, want dat was natuurlijk het sterkste punt aan Shadow of Mordor. Ja. Oké, okay. Nou tof. Heb je, dat was het wel voor de update. Ik moet wel zeggen dat het enige wat een beetje tegenvalt is dat de game niet helemaal fijn geoptimaliseerd lijkt te draaien. Er waren heel veel bugs, heel veel glitches. Het spel ziet er fantastisch uit en de gevechten zijn in die vochten fantastisch groot en gewoon heerlijk chaotisch. Maar daarin ook technisch iets minder vernuftig, want ik heb orks door elkaar heen zien wandelen. Mijn camera zat af en toe vast in een muur. Soms ging een ork me aanspreken met een speech die er nog niet was. Dus dan was ik gewoon een halve minuut aan het kijken naar hoe die ork niks zei. Okay. Moest ik wachten tot dat voorbij was. Dat zijn allemaal van die dingetjes, die moeten ze er wel even uitpatchen voor 24 augustus. Want het is day one patch. Ontwikkelen nog. Haal het eruit. Ja. Want het zou zo jammer zijn als je al die cheesy, cliché actie mist omdat het gewoon in elkaar zakt. Ja. Nou ja, daar hebben ze nog 3 maanden de tijd voor, want eind augustus verschijnt de game. Dankjewel Tom. Dankjewel Peter. En willen jullie op de hoogte blijven van alles wat betreft games? Mordor. Doe dat. Ja. Kijk.